Hallo iedereen van TJ & Dutch. Vandaag heb ik mijn tweede live commentary op dit kanaal. En ik ga vandaag een Ground War Team Deathmatch gameplay op deze map spelen. Het is Bakara, ik was even de naam kwijt. En dat ga ik doen met de MK46. En deze klas is me trouwens aangeraden door Mr. Fredcott. Als ik het goed zeg. Ja, dat kan eigenlijk niet anders. Volgens mij is het gewoon de Mr. Fredcott zoiets. En ja, hij zei dat ik met de perk Sleight of Hand moest gaan spelen. Ja, Sleight of Hand en dan Quick Draw. En ik kan ook kiezen uit Assassin, maar ik vind Assassin niet echt heel fijn. Dus ik heb gewoon weer voor Quick Draw gekozen. Kom op, die moest ik hebben. En ik heb als laatste perk Steady Aim. Oeh, dat was toch een mooie dropshot, vond ik. Double kill, ja. En nog één en dan heb ik mijn Predator missen al. Ik ben al echt heel geconcentreerd, dus soms dan stop ik even met praten. En dat kan ook niet anders. Bij een live commentaar vind ik het nog steeds moeilijk om te praten en te schieten tegelijk. Ik denk dat het merendeel dat wel heeft. Ik vind dat de X-Jaws, ik weet niet of jullie die kennen, maar die is echt super goed in live commentaries. Die had ook echt hele goede scores en hij blijft gewoon echt maar doorratelen. Dus ik heb wel respect voor die gast. En we moeten even een hoekje op gaan zoeken en daar even gaan reloaden, want dat reloaden met dit wapen, dat duurt even. Zoals je ziet, dat is niet even check check en gedaan. Kom, heel goed. We hebben de Predator. Ik hoop echt een double kill. Dat zou toch moeten kunnen. Vooral een Ground War. Ja, dit was mijn eentje. Dat valt me echt altijd tegen. Ik heb de laatste tijd echt alleen maar single kills met hem. Oh, in mijn rug. Oh, hij schiet ook gelijk op mij, hè. Maar goed, jullie hebben de point streaks al wel gezien. Alleen de laatste nog niet. Dat is de Payflow. Dat is ook een keer wat anders. Ik gebruik normaal altijd de H130. Die vind ik eigenlijk ook wel fijner. Die Payflow die wordt er gewoon veel te makkelijk uitgeschoten. Terwijl het wel 12 point streak is. En dat vind ik dus echt het nadeel van dat ding. Ja, dan gaan we met tech helikopter al. Hij had toch al 3 kills gemaakt. Dus dat valt alleen maar mee. Maar het voordeel van het wapen vind ik wel dat het echt heel veel kogels in het magazijn heeft. Dat zie je ook wel. Ik bedoel, ik reload bijna helemaal niet. Staat daar nou iemand? Ja, daar staat iemand. Heel goed, nog eentje alweer. Nou, deze moeten we kunnen hebben. Oh shit, ik moet even switchen naar mijn secondary. Alleen de secondaries in het spel zijn zo slecht, dus... Oh, ik zet het ding eigenlijk helemaal op de verkeerde plek neer. Ik schiet hem maar op hem af. Oh, ik heb toch een double kill. Ik deed dat eigenlijk om mezelf een beetje te beschermen, omdat ik zag dat hij van plan was om naar mij te gaan, volgens mij. En nu hebben we ook even rustig de tijd om te reloaden. De teammates zitten gewoon eigenlijk allemaal voor ons en dit is ja het fijnste wat je eigenlijk kunt hebben. Want je zit gewoon allemaal af te wachten tot ze naar je toe komen. Oh, ze schieten hem alweer. De mensen dat proberen ze. Kom op. Ja, heel goed. We gaan hier even naar beneden. Voordat we een Semtex in ons krijgen. Even kijken. Nou heb ik echt geen idee waar ze zitten. Links, rechts zie ik wat. Nog 2 kills. Oké. Okay. Nog eentje. Oké, okay, dit moeten we echt even... zien vol te houden. Ja, en we hebben onze payflow. Nou mag ik doodgaan. Nou maakt het niet zo heel veel uit. Ja. Ah, in mijn rug. Nou, maakt niet uit. We zetten onze payflow even in. We staan 21 om 2. Dat is al echt heel goed voor een live commentary. Het valt me tot nu toe echt alleen maar mee. Maar dit wapen is ook echt super fijn. Ik denk dat dit ook echt een onderschat wapen is. Ik denk dat de meeste light machine guns wel onderschat zijn. Maar deze vooral, want dit wapen is zo accuraat. Vooral als je de grip opzet, dan heeft hij volgens mij maar 0% recoil. Dus dat is gewoon helemaal niks. Dat snappen jullie waarschijnlijk ook wel. Oh, kom op. Hij gaat ook weer net weg. Ja, duurt het nog even met die airstrike? Ja, hij is alweer weg. Maar 0% recoil, ja, dat zegt het eigenlijk al. Dat is gewoon zo weinig recoil dat het ja, gewoon niet beter kan. En ik denk dat er maar weinig wapens zijn die dat... ja, net zoals dit wapen hebben. Misschien de MP7 of de ACR. Dat is ook een goed voorbeeld van een wapen dat weinig recoil heeft. Maar dit wapen wil ik dus echt vooral aanraden aan mensen die ja, niet echt rushen. Kijk, dit wapen, dat kun je misschien wel gebruiken om te rushen. Alleen, je loopt echt heel traag. Dus dat houdt het eigenlijk al een beetje tegen. Oh, het potje zit er al op. Dat had ik niet verwacht. Ik had het gevoel dat we pas op de helft waren ofzo. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie het een leuke live commentary vonden. Het is weer een goede score, vind ik zelf dan. 26 om 3. Het was denk ik ook een leuk potje om naar te kijken. En jullie hebben weer een beetje een onbekend wapen gezien, denk ik zo.
Dus als je het leuk vond, doe dan alsjeblieft een duimpje omhoog. En laat een reactie achter voor de volgende class die ik moet gaan gebruiken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Laters.